Wanneer dat je zo wat slechter in je vel voelt, dan heb je eigenlijk weinig zin om iets te doen. En wanneer dat je begint te sporten, dan krijg je eigenlijk de feel-good hormones, gelijk de endorfines die vrijkomen in je lichaam. En dat zorgt er ook voor dat je je beter gaat voelen. Dus als je dan liever zegt van oh, ik wil liever in mijn zetel wat blijven hangen en zo, omdat je geen zin hebt om te sporten, dan gaat je misschien goed voelen op dat moment, maar achteraf gaat je daar eigenlijk niet beter bij voelen. En als je dan beslist om toch uit die zetel te komen en dan is al is het maar gewoon een wandeling rondom je huis te doen of zo, kort van beweging, dan gaat je sowieso beter voelen in je vel. Nog nooit heeft iemand tegen mij gezegd: oh, ik heb spijt gehad om te komen sporten.